Goedemorgen. Het is woensdagochtend 5:10. Ik sta klaar om opgehaald te worden door een taxi richting Centraal Station. En vanuit het Centraal Station ga ik met de trein naar Bologna, Italië. En dat ligt erg onder de aandacht op dit moment vanwege allerlei overstromingen. In ieder geval het gebied daar. Dus het is een beetje spannend om die kant op te gaan. Maar de bedoeling is om naar de Formule 1 te gaan. Dus de start, de reis van de start, start hier. Ja, het plan was om naar de Grand Prix te gaan in Imola, zoals bekend. Alleen de weersomstandigheden die hebben roet in het eten gegooid. En terecht dat de hele Formule 1 wedstrijd is afgelast. Als je de beelden ziet, ook daar te plaatsen. Dat is afschuwelijk om te zien dat alles overstroomt. En, eigenlijk gewoon een natuurramp. Het is niet meer dan logisch dat de race is afgelast. En het was in de trein spannend, omdat het niet bekend was of die race nou wel of niet door zou gaan. Er was niet zoveel tijd om over te stappen tussen de stations van Genève naar Milaan. En net voor de trein aankwam in Genève werd het nieuws bekend dat die race was afgelast. Dus in een split decision is het besluit genomen om eigenlijk niet door te reizen. In Genève een café op te zoeken, de plannen te herzien. Dat is gedaan. Er is een hotel gezocht in Genève, midden in de stad. Aardig hotel, niks mis mee. En er is een vlucht geboekt via EasyJet richting Amsterdam Schiphol. Maar die vlucht die zou pas 's avonds vertrekken, uur of 9. Dus er was een hele dag de tijd om een soort verplicht sightseeing te doen in Genève. Dus wat doe je dan? Dan ga je de stad in, dan ga je dingen bekijken, dan ga je een hapje eten, dan bezoek je het meer van Genève, dan ga je naar de oude stad. En je bezoekt een paar gebouwen waarvan je niet weet wat het eigenlijk is. Om er toch een beetje een sfeer op te doen van die stad. Dat blijft een rare gewaarwording. Om een stad te bezoeken wat niet gepland was, wat niet in de gang staat. En wat een soort tijdsvulling is in afwachting tot je weer naar huis kan. Maar goed, indruk van Genève gekregen. Prima stad, aardige stad. Je moet er een beetje van houden. Het is niet helemaal mijn stad, heb ik wel gemerkt. Het is iets te strak. Het is niet helemaal de sfeer die ik zoek in een stad. Maar goed, als je nooit naar Genève gaat, dan weet je dat ook nooit. En nu is dat natuurlijk iets moois geweest, dat je daar op die manier achter bent gekomen. Dus s'avonds is het vliegtuig vertrokken. 1,5 uur vliegen, kleine 2 uur vliegen. Dus het stelt niet zoveel voor, maar het was rustig, het was mooi. Aangekomen op Schiphol en de taxi weer naar de camperplek genomen. Ja,
En de rest van de week is het heel rustig gegaan. In de zon gezeten. Het was hier prachtig mooi weer. En zo is eigenlijk de hele week in een notendop verteld. Het hadden prachtige plaatjes kunnen worden. Van de race, van de ambiance, van de sfeer daar. Het is beperkt gebleven tot Genève. En een vliegtuigreis weer vanuit Genève richting Schiphol. Nou, op naar een volgende week. En kijken wat er in die week gaat gebeuren. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Voor deze korte Genève City trip. En mocht je het leuk vinden, ik zou zeggen, abonneer je. Want er komen meerdere vlogs aan. En als je dit ook nog leuk vond, nou, geef een duimpje. Of geef een reactie. Whatever. Dank in ieder geval voor het kijken. En nou ja, wellicht tot de volgende keer. Hoi.